Henk de Jong, 1-0 winst tegen RWDM. Tevreden gevoel? Ja, ik ben heel tevreden. Ik vind ten eerste een leuke tegenstander waar we tegen speelden. Fysiek goed, was een vijfde oefenwedstrijd. Speelde een apart systeem, ook voor de Nederlandse competitie. Dus dat is voor ons direct weer even omschakelen en leren. En ik vond wel dat we de eerste gedeelte daar wild in waren. Hè. Bal snel naar voren. En op een gegeven moment, dat zijn met twee middenvelden speelden, met drie spits en vijf verdedigers, kwam je op middenveld wel vrij. En eigenlijk sloegen we dat te snel over. En we konden over onze rechterkant konden wij aanvallen. Dat lieten wij wat na. Maar op een gegeven moment hadden we het wel goed voor elkaar. En, het is nog niet top. Hè. Dat moet nog veel beter. Maar je ziet wel dingetjes terugkomen. Ik denk, oké, daar zit wel wat in. De automatisme zit er nog wel in, zie ik. Ja, bij Vlagen wel, maar het moet beter. En je weet tegen vijf verdedigers, dat zeg ik vaak, het gaat om één goal. Of twee goals. En meer wordt het niet. En een keer tegen Excelsior werd het een keer 7-2. Maar daar stonden we ook lang 2-1 achter of 2-0 achter. Of 2-1 achter. En het is zo lastig spelen, vijf verdedigers. Voor een spits geen eer te behalen. Dus ik moet even goed voor mijn spits opkomen. Maar ik heb voor de rest genoten. Ik vond een goede scheidsrechter. En dat is ook leuk als je oefenwedstrijd speelt met een goed arbitraal trio. Dat kon ook doorvoetballen. Erik Schouten, de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding gehad. Hoe vond jij dat ging? We begonnen wat stroef. Eerste 10 minuutjes, kwartiertje denk ik, waren we niet helemaal onszelf, vond ik. En later pakten we dat goed op en hebben we een goede eerste helft gespeeld. De goal was vrij aardig uitgespeeld, redelijk afgemaakt. En de tweede helft eigenlijk ook prima gedaan, weinig weggegeven en wel redelijk aan de bal, vond ik. Het was wel even wennen tegen zo'n fysieke ploeg, denk ik, hè? Ja, klopt. En het gewone vel was een beetje droog, maar... Wat je zegt, ook fysiek. Zij waren fysiek vooral goed voetballen, vond ik ze iets minder. Maar dan kon je zien dat wij weer wat beter waren. En ook weer net zoals Telstar met 5 man achterin. Dat ga je aankomend seizoen ook nog wel een paar keer tegenkomen, denk ik. Ja, ik lees op internet ook wel eens dingen dat clubs dat toch liever gaan doen. Het is af en toe wel lastig om tegen te spelen, maar we weten op zich een antwoord daarop. Alleen je krijgt iets minder kansen, denk ik. Maar ik denk dat het goed afging vandaag. En wat betreft die 5 verdedigers is het ook wel even goed dat je daar tegen speelt, denk ik. Aangezien je in de Eredivisie een aantal ploegen daar ook zou spelen. Ja, nee, dat is voor ons goed. En ik was vorige week was ik even aanwezig daar, maar toen hoorde ik ook van mijn jongens, hè, van mijn staf. Dat Telstar die speel begon met 5 en dan gingen ze naar 4 en later weer 5 of 4-2. En allemaal verschillende systemen in één wedstrijd. En nu ook, hè, tweede helft was 4-3-3. Ja, en dat mooiste vond ik eigenlijk dat Erik Schout, onze aanvoerder, die keek naar de aftrap en die keek over het veld. En toen hoorde ik hem zeggen, 4 verdedigers. Ja, dan denk ik, oké, dat is leuk. Dat is goed.